Tante Dani, Tante Ela, Tante Ken, ik kom eraan hoor. Oh, hey kids, fijn jullie weer te zien. Tante Dani, Tante Ela, Tante Ken en ik gaan zometeen een spel spelen. Wij zijn superhelden. En, zie ik er leuk uit? <laughs> nou, eigenlijk superhelden, dat doen we denken aan iemand. Genaamd Gideon. Ken je zijn verhaal? Wil je dat horen? Ja? Oké, okay, daar gaan we. Kan jij je nog herinneren dat God zijn volk uit Egypte had gered? Ja, hij bracht hen naar het beloofde land. Ja, en die volk, dat land, noemen we Israël. God zei tegen zijn volk: Zolang jullie mijn wil doen en mij gehoorzamen, zal ik jullie behouden en veilig houden. Maar als jullie niet gehoorzaam zijn, dan gaat een ander volk over jullie regeren. En in het begin ging het goed hoor. Het volk luisterde en deed Gods wil. En alles ging goed. Maar. Na een tijdje ging het minder goed. Ze luisterden helemaal niet wat God zei. En als, ah, ze luisterden gewoon niet. Dus op een gegeven moment kwam er een ander volk uit Midjan. Zij veroverden Israël. En de mensen uit Midjan waren helemaal niet aardig voor de Israëlieten. En de Israëlieten waren zo verdrietig dat ze weer God gingen aanbidden. En ze riepen uit, God, help ons alstublieft. Kijk naar ons. Wilt u ons helpen? Wilt u ons bevrijden? En denk je dat God hun hoorde? Ja hè. In het land van Israël was er één man. En zijn naam was Gideon. En op een dag was Gideon gewoon rustig aan het werk plotseling zag hij een engel. De engel zei tegen Gideon: "Gideon, jij bent heel erg dapper. God is met jou en hij heeft jou uitgekozen om te strijden voor Israël en Israël te bevrijden van Midian." Gideon was zo geschrokken en hij zei: "Maar wie ben ik? Ik ben de jongste uit mijn familie." Ik kan niet een hele land bevrijden uit, uit, uit de macht van Midjan. Maar de engel zei, wees niet bang Gideon, God is met jou. Hij gaat jou helpen en leiden. God kiest 300 mannen uit om naast Gideon te vechten voor Israël. En midden in de nacht vertelt God zijn plan. Hij wil een wonder doen. En hij wil niet dat de Israëlieten denken dat zij het zelf hebben gedaan. Gideon maakt drie groepen. Hij geeft elk persoon een hoorn, een hoorn, een kruik en een fakkel. Oh, ik heb maar twee handen. Dan gaan we verder. Dus hij zei tegen iedereen: ga rondom het kamp staan en doe precies wat ik doe. En toen iedereen in positie stond, blies Gideon op zijn hoorn. En sloeg de kruik kapot. Nee, ga ik niet doen hoor. En op een gegeven moment, weet je wat toen gebeurde? Iedereen schreeuwde voor God en voor Gideon. Ja, en de mensen beneden in Midjan schrokken wakker. En ze dachten, wat is dit nou? En ze werden heel erg bang. Dus wisten ze niet wat ze moesten doen. Ze waren zo verward dat ze door elkaar heen gingen rennen. En sommigen begonnen zelf tegen elkaar te vechten. En zo vluchtten ze weg. Op die dag was Israël bevrijd van Midjan. Wauw, wat een geweldige verhaal hè. En eerst dacht Gideon dat hij het niet kon. Hij was de jongste in de familie en zei: Wie ben ik nou? Maar God was bij hem. En hij zorgde voor Gideon en hij leidde Gideon. Dat was een super mooi verhaal. Ik was bijna helemaal vergeten. Ik moet nog gaan spelen met de tantes. Zie ik jullie de volgende keer weer terug? Ja? Oké, okay. doei, doei! Wat leuk dat jij onze video hebt bekeken. Wil je nog meer video's bekijken? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal.